Leuk dat je de moeite neemt om deze film te bekijken. Mijn naam is Sylvie van der Landen, coördinator vrijwillige inzet bij GGNet. En ik vertel je graag wat meer over het vrijwilligerswerk bij GGNet. Misschien weet je dat er bij GGNet een kleine 150 vrijwilligers actief zijn. Deze vrijwilligers kunnen een belangrijke rol spelen bij het herstel van onze patiënten. Vrijwilligers helpen de patiënten om weer de wat gewone dingen die voor ons allemaal heel gewoon zijn een beetje op te pakken. Zoals bijvoorbeeld weer lekker buiten een wandeling gaan maken. Misschien een keertje mee boodschappen doen met een patiënt. Eens een keertje met het openbaar vervoer, zodat een patiënt weer een beetje feeling krijgt hoe hij of zij dat op kan pakken. Maar voor onze patiënten kan het net het steuntje in de rug zijn dat ze nodig hebben om weer activiteiten te gaan ondernemen. En daarnaast is het ook zo dat een vrijwilliger met een patiënt vaak over andere dingen kan praten als over de behandeling, zodat ze veel gelijkwaardiger met elkaar zijn. En dit is ook de relatie vrijwilligerswerk en herstel. Ik ben Sabine en ik heb momenteel wat tijd over, waardoor ik dacht van ik ga vrijwilligerswerk doen. Ik heb de afgelopen jaren toch wel wat met wat psychische kwetsbaarheid in mijn omgeving te maken gehad. En ik heb gemerkt dat je met hele kleine dingen toch wel echt iets voor iemand kan betekenen. En daar hoef je echt geen professionele hulpverlener voor te zijn. En ja, op een gegeven moment zie je iemand opknappen en dan zie je van, nou, daar heb ik ook een steentje aan bijgedragen. En daar haal je wel voldoening uit, ja. Ja, ik heb gewoon heel simpel op de website gekeken wat er allemaal is. En ja, dan heb je wel een beetje een idee, maar toch ook nog niet helemaal. Dus ik heb op een gegeven moment gewoon echt persoonlijk contact gezocht en een kennismakingsgesprek gehad. En ja, toen hebben we eigenlijk afgesproken dat ik als wandelmaatje zal starten. Ik ga dus met één patiënt één keer in de week naar het bos. De patiënt zelf geeft ook aan dat ze daar heel erg naar uitkijkt, dat ze het ontzettend waardeert dat ik er tijd voor maak. En ik krijg dat soort feedback ook wel van de begeleiding, die dan mijn contactpersonen zijn, waar ik altijd ook wel terecht kan als ik even een vraagje heb. En ja, het is gewoon fijn als je weet dat het heel erg op prijs gesteld wordt wat je doet. Ik ben Karin Groen. Met mijn landbouwachtergrond heb ik op verschillende zorgboerderijen gewerkt als werkmeester. Dat is ook waarom ik hier uiteindelijk terechtgekomen ben. Omdat deze doelgroep, mensen vanuit de psychiatrie, mij heel erg iets doen. En dat vind ik fijn om daarmee om te gaan. Ik kom hier vrijdagmiddag. Ik kom drie kwartier fiets ik hier naartoe. Altijd met heel veel plezier. Het gaat erom dat wij aandacht hebben voor cliënten die hier kleding willen kopen. Dat je de tijd neemt als ze een vraag hebben, dat je daarop in kan gaan. Soms ook als je ze wat beter kent, vraag ik ook van hoe is je week geweest. Als je voelt van oh, er is even ruimte voor. Dat ik ook wel merk dat ik in de loop der tijd een bepaalde band met deze mensen opbouw. En ik realiseer me ook van het is dan even een glimlach. Want soms heb ik maar één of twee cliënten op de middag. En dan ga ik weer helemaal blij naar huis. Nieuwsgierig geworden wat vrijwilligers kunnen bijdragen aan het herstel van onze patiënten? Neem vooral contact met me op, dan kunnen we het er met elkaar over hebben.